Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik 3 liquid lipsticks gaan uittesten van Max & More. Deze komen bij de Action vandaan. En ik zag een tijdje geleden dat ze nu ook van Max & More liquid lipsticks hadden. En ik ben dol op liquid lipsticks, dus ik dacht nou, die neem ik mee. En ja, ik vond het wel leuk om deze in de video met jullie uit te gaan testen. Ik heb 3 stuks. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze liquid lipsticks en de kleuren en of ze een beetje bevallen, zou ik gewoon zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. Nou, ik heb dus 3 kleuren zoals ik vertelde. Ik heb hier allereerst de kleur 352 Shy. De lipsticks zitten op een kaart, dus zitten goed verpakt. Dus eigenlijk omdat ze zo goed dicht zitten, weet je altijd dat je een ongebruikt exemplaar hebt. Dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Dat weet je bijvoorbeeld bij Essence of Catrice minder snel, omdat die los in de schappen liggen. En bij de Action zitten ze gewoon heel erg goed verpakt. Ze drogen mat op. Je ziet hier ook een streep staan met de kleur die de lipstick zou geven. Daarnaast heb ik ook de kleur 356 Blush. Dat is een beetje een rozeachtig kleurtje. En de 364 In Love. En dat is een beetje een donker kleurtje. Achterop de verpakking staat eigenlijk beschreven dat het een vloeibare lippenstift is met een matte finish. En hij je lippen een gepigmenteerde en matte finish zou geven. Ingrediëntenlijst staat ook nog op de achterkant. Max & More is compleet vegan. Dus ja, dat is wel fijn om te weten voor mensen die het heel erg belangrijk vinden. Ik ga ze nu gewoon even openmaken en dan ga ik ze gewoon even aanbrengen. En dan gaan we eens even kijken wat deze lipsticks doen voor mijn lippen. Zo, de verpakkingen zijn open. Dat was eventjes een geklungel, maar ik heb ze open gekregen. De hulzen zijn gewoon eigenlijk heel basic. Je ziet de kleur er mooi doorheen komen. Ze hebben een zwarte dop. Het logo van Max & More staat erop. En hier staat eigenlijk nog gewoon ja, dat het van de Action is. Ook de kleur staat op de dop nog een keer vermeld. En er zit 6,2 milliliter in. Ik vind bij de look die ik nu heb gemaakt deze kleur het mooiste. Dus ik ga die even als laatste gebruiken. En ik ga nu beginnen met de kleur In Love, dat is dus de donkerste kleur, donkerdere kleur. Hier zie je heel mooi het logo in voorkomen. Ik heb ook even een spiegeltje gepakt. Ik laat je allereerst even het kwastje zien. Die ziet er vrij normaal uit zoals je kunt zien. Eigenlijk een heel basic kwastje. Dan ga ik jullie een beetje inzoomen op de lippen. En dan gaan we deze kleur even aanbrengen. En dan kunnen we ook gelijk zien of die een beetje snel opdroogt. Ik heb ook even een watje en een micellair water gepakt, zodat we ook kunnen zien of het makkelijk te verwijderen is. Dus ja, tijd om ze aan te brengen. Oké, jullie zijn een beetje ingezoomd. Jullie zien vooral mijn lippen. Ik heb hier ook even een spiegeltje, zodat ik wel kan zien hoe ik het een beetje aanbreng. Want het is wel mooi als het een beetje netjes gebeurt. Ik ga dus nu de kleur 364 in Love pakken. Misschien gaat dit me wel weer duur komen te staan omdat dit de donkerste kleur is en ik niet weet of ik die makkelijk eraf ga krijgen. We gaan het zien. Hij brengt wel heel makkelijk aan, zoals ik het merk. Dan is dit de kleur 364 in Love. En ik moet zeggen dat ik hem wel heel erg mooi vind. Hij komt ook heel mooi overeen als ik hem er zo naast hou. Deze in de verpakking lijkt hij iets donkerder dan dat hij misschien is. Maar ik vind het wel een hele mooie kleur. Hij plakt ook nog niet. Hij voelt wel heel erg goed aan. Er staat verder eigenlijk niks over op of die heel langdurig is. En ja, ik weet dus ook niet of die af gaat geven. Kunnen we even testen? Ja, hij geeft dus wel af, zoals je kan zien. Ik vind hem wel heel erg mooi wat ik zo zie. Dan gaan we ook gelijk testen of die er makkelijk af te halen is. Dus ik doe wat van het micellair water op het watje. Hier was ik al een beetje bang voor. Deze heeft heel veel wrijving nodig. Dan ben ik gelijk weer een klauwtje aan de onderkant. Zie je het? Dus. Oké. Hij is er af, maar zoals je ziet, het klauwsmondje is gelijk terug. Even kijken of ik dit nog een beetje kan fixen. Oké, hier en daar ben ik wel wat rood. Maar oké, hij is er af. Met veel moeite, maar hij is er wel af. En dan gaan we door naar de volgende kleur en dat is de kleur 356 blush. En dat is dit roze kleurtje. Die lijkt me ook wel heel erg mooi. Dus die ga ik nu eventjes aanbrengen. Ik zie er wel heel erg lelijk uit zo, hè? Met die vlekken, vinden jullie ook niet? Ik wist dat ik misschien toch die donker als laatste had moeten doen hoor. Maar ja, dan wil ik toch een kleur kiezen die op dit moment het beste bij mijn look past. Ook deze brengt heel smooth aan. Het duurt wel even voor ze echt mat worden. Ze blijven eerst even vloeibaar. En op zich is dat niet heel erg, want ja, je ziet dan wel gewoon mooi dat het later mat wordt. Ik denk dat deze ook gaat afgeven nog. Kijken of we ze sneller mat kunnen maken. Oei, deze heeft heel veel afgift. Zie je dat? Ik heb hem even hierop gedrukt. Je ziet dat hij heel erg afgeeft, maar je ziet niet dat er wat van de lipstick af is. Ja, ik vind dit ook een heel erg mooi kleurtje. Nou, dan gaan we deze ook gelijk eventjes verwijderen. Kijken of deze net zoveel moeite kost als de andere kleur. Oh nee, nee. Deze gaat een stuk makkelijker. Deze gaat een stuk makkelijker, alleen ja, je ziet het bij de mondhoeken, ziet het er niet uit. Gelukkig maar dat ik niet met dit mondje de deur uit hoef. Ja, die ging heel erg makkelijk. En dan gaan we ook gelijk door naar de laatste kleur en dat is dan de kleur 352 Shy en dat is dus deze. Het is een beetje meer een nude-achtig kleurtje. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar deze. Ik vind het, dit applicatortje ook wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Oh. Ook heel erg mooi. Het is meer een soort bruin nude-achtig kleurtje. Maar ik vind hem wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Hij ja, ziet er heel erg mooi uit. Gaat deze afgeven. Oei! Heel erg afgeven. Nou, we gaan ook even testen of deze er makkelijk afgehaald kan worden. En dan zal ik het zo even bijwerken allemaal. Omdat ik nu natuurlijk heel erg rood ben. Maar ook deze gaat er heel makkelijk af, zoals je kan zien. Je veegt hem heel erg makkelijk weg, dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga nu wel eventjes zorgen dat ik niet meer eruit zie als een clowntje en dan kom ik even bij jullie terug. Nou, de eindconclusie van deze drie lipsticks. Ik vind ze alle drie heel erg mooi. Ik heb inmiddels even de kleur Shy weer opgebracht, omdat ik die graag wil dragen nu. Ik vind het drie hele mooie kleuren. Ik heb inmiddels even geprobeerd of ik ze van mijn hand af kan krijgen. En ik kan je vertellen, Dat lukt niet. Ik heb al geboend met zeep. Ik heb er met micellarwater overheen geboend. Het blijft wel zitten. Dus ik denk dat als je er heel erg lang op hebt zitten, dat het misschien niet heel erg gaat afgeven. Maar dat weet ik dus niet zo goed, omdat ik deze ook voor het eerst test. Sommige liquid lipsticks doen het gewoon eenmaal wel en sommige niet. Het ligt echt heel erg aan de liquid lipstick op zich. Maar ik vind ze alle drie wel heel erg mooi. Ik kan nu niet zeggen welke mijn favoriet is, omdat ik eigenlijk alle drie de kleuren wel heel erg mooi vind. Shy is gewoon eigenlijk meer voor een wat neutralere look. En dat vind ik eigenlijk bij blush ook wel. Dus dat zijn dan deze twee. Shy en blush. En de In Love, dat is gewoon echt een lekker donker kleurtje waar je van moet houden. Ik vind het in ieder geval drie hele fijne lipsticks. En ik vind het heel erg leuk dat Action nu ook echt van Max & More met liquid lipsticks is gekomen. Want het zijn gewoon op het moment mijn favoriete lipsticks. Omdat ze normaal gesproken ook best wel lang blijven zitten. Je zag ook eigenlijk toen ik de afdruk op mijn hand maakte, dat je niet zag dat er lipstick van mijn lippen verdwenen was. Of dat je witte plekken zag. En dat vond ik zelf wel heel erg fijn. Dus ik vind het drie hele mooie lipsticks. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ze al gespot hebben. En of dat jullie misschien iets hebben met liquid lipsticks. Of dat het je ding helemaal niet is. Want sommigen kunnen je lip heel erg uitdrogen. Daar houdt niet iedereen van. Maar ik ben in ieder geval weer super tevreden. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jij ze zou willen aanschaffen. Ik zou even kunnen kijken wat je betaalt voor deze lipsticks. Want ik weet dat ze bij de Action te koop zijn. Dus ik ga even kijken wat de prijs hiervan is. Je betaalt 99 cent voor deze liquid lipsticks. Ze zijn er dus in drie kleuren die ik je liet zien. En ja, ik ben heel tevreden. Voor die 99 cent vind ik het hele mooie lipsticks. Ik hoop in ieder geval dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien hoe deze lipsticks werkten. En hoe de kleuren een beetje tot uiting komen. Vond je deze video leuk, zou ik zeggen, doe even je duimpje omhoog. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. En daarnaast staat een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!